rustige schuil houden in de hoop dat de creeper ons niet zal vinden. Hallo kijkers van deze video. In deze video gaan we verder spelen op Minecraft de survival wereld. Ondertussen heb ik hier even ook een plekje gemaakt waar ik mijn koeien allemaal kan verzamelen. Want ik ben namelijk van plan om heel veel koeien te hebben. Maar ja, je moet toch klein beginnen en dat gaan we dan later in de toekomst natuurlijk ook uitbreiden. Ja, ik denk dat we toch wel nu al een huisje kunnen gaan maken, ook al zitten we nog maar in het begin. Hier is wel een mooie plek. 1, 2, 3. Ik heb namelijk al een idee hoe ik ga bouwen. Ik heb het ooit al eens eerder gedaan, misschien dat jullie nog kunnen herinneren, misschien ook niet. Maar ja, dan zullen jullie wel zo meteen wel achterkomen. Het is namelijk zeer snel te bouwen en het resultaat is, ja, valt ook wel mee hoe het resultaat wordt. Waar er in de vorige aflevering was er niemand die reageerde, die wat ik zei wat ik moest bouwen. Dus zou het ook wel leuk zijn als jullie nu weer gaan reageren wat ik misschien zou kunnen bouwen. Ik wil even een mijn gaan maken, want ik heb niet eens stenen, dus ja, die stenen moet ik dan toch wel dringend gaan verzamelen. Ja, ook wel logisch dat we nu nog geen stenen hebben, want we zitten nog maar in de beginfase. En natuurlijk ook niet vergeten om de ladders weer terug te plaatsen, zodat ik terug naar boven kan. Anders zitten we hier voor eeuwig beneden opgesloten in deze mijn. En dat willen we natuurlijk niet. Alleen het voordeel is als we dan weer terug buiten komen, is dat we dan wel heel veel resources zullen hebben. Er wordt ook wel eens verteld dat er vroeger, of ik weet niet of het nu ook nog steeds is, dat er heel veel mijnen waren in de buurt van Genk. Heel veel mensen werkten in de buurt van de mijnen bij Genk. Dave als mijnwerker zou toch wel heel erg lastig zijn. Het is toch sowieso zeker. Ook al ben ik zelf geen mijnwerker, dus kan ik hier moeilijk over oordelen, maar dat even heel erg lastig moet zijn als wij mijnwerker. Ik denk dat we toch een mooie genoeg zullen hebben. Ik denk dat het zo net genoeg zal zijn. En ja hoor, mijn verspreiding is correct. Het is net genoeg. En nu kan ik ook mooi slapen, dus dat is heel mooi. Oh ja, ik zie al iets dat fout is. Sorry voor de fout, maar ik moet hier even weg. En dit moet hier even in de plaats komen. Oké, de deur. Ik denk dat ik het ingang toch wel hier aankomt. Dan kunnen we namelijk zo, als we dan hier bijvoorbeeld met de poot aanvaren, hier komen dan. Er is zo mooi thuis en dan kunnen we hier gewoon direct het huisje binnen. Natuurlijk gaan we iets anders gebruiken als vloer, alleen misschien mogen jullie achterlaten in de reacties wat moet ik gebruiken als vloer voor dit huisje. De mijn toch wel gaan uitbreiden. We gaan ervoor zorgen dat we nog tot de laag 11 zullen geraken. Iron. We zitten namelijk, we hebben namelijk nog niet echt zo heel veel iron, dus ik denk dat het toch niet echt handig is om nu al armor te maken, maar we gewoon die iron gebruiken voor het maken van tools in plaats van armor. Maar ja, armor zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder rap doodgaat en dat is ook handig, maar ja, in deze fase van het spel hebben we nog niet echt last van monsters, tenzij als we nu een gevaarlijke cave of zo zullen tegenkomen. Ook stel het is aan honger, dus daar moet ook wel oplossingen voor zien te vinden. Er is er vlees, ja, hier is natuurlijk vlees. En dan kan ik hier zo deze blokken plaatsen. Het wordt
weer eens hout hakken. Net zoals in de vorige aflevering. Oké, hier zal een raam komen. Hier ook natuurlijk. Dat doen we zo. En dan zullen we hierboven gewoon deze gebruiken. Ja, dat is wel goed. Hier gaan we dat ook doen. Dus eerst deze en dan of we kunnen ook zo doen. Dat kan ook. Alleen, ja, ik denk dat ik toch voorkeur heb voor deze. Hier zal een raam komen, hier ook natuurlijk. Dat doen we zo. En dan zullen we hierboven gewoon deze gebruiken. Ja, dat is wel goed. Hier gaan we dat ook doen, dus eerst deze en dan of we kunnen ook zo doen, dat kan ook. Alleen, ik denk dat ik toch een voorkeur heb voor deze. Wat ik wel wil voor is even een kist maken eerst, want ja, we hebben nu al een vol inventaris. Ja, ik heb die slabs nodig voor het maken van het volgende vloer. Deze doe ik gewoon van hout. Ringzijde zou ik graag tot vanaf level 11 willen mijnen, dus gaan we hier ook voor zorgen door extra naar beneden te gaan. We zitten nu op laag 27, dus we komen al in een buurt en dat is goud, dat is al een goed teken. Oké, wacht, ik denk dat ik even een voorlopige dit hier zal even afbakenen, want de caves zijn heel gevaarlijk zoals je ziet. Snel even random blokken plaatsen. Dat moet wel, want anders worden we gepakt door de creeper. Rustige schuil houden in de hoop dat de creeper ons niet zal vinden. Nu dit een beetje veiliger is, kan ik dan weer gewoon ladders verplaatsen. Dat is onze taak. Level 11 is bereikt, dus dat is goed. Het ging toch wel iets zijn voor de volgende aflevering die diamanten vinden. Dus ik ga even de video afsluiten. Dus ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Geef deze video alvast een like. En ja, tot de volgende keer maar weer. Doei doei.